Ik nou, daar word ik nou heel blij van, want dit is werkelijk mijn favoriete pakje dat er maar bestaat. Dit is namelijk boerenomelet met prei en ui. Zelf toevoegen prei, ui en eieren. Ja, wie koopt dit? Ik sta voor een supermarkt en wel een van de 100 die ik ging bellen voor medewerking. Dat wilden ze allemaal niet, want ik ben hier namelijk niet alleen, maar met... Met mij. Met Teun van de Keuken, ja. Die je kan kennen van zijn chocolademerk, van zijn columns in de Volkskrant of van zijn nieuwe boek, de Supermarkt Survival Gids. Ja, jij had me gevraagd om het op te houden, dus dat doe ik dan gewoon. Dus ze proberen ons allerlei dingen aan te smeren die we eigenlijk niet willen hebben. En met dit boek wil ik mensen duidelijk maken hoe kan je nou kopen wat je wel echt wil hebben en wat je echt nodig hebt en links laten liggen wat je niet nodig hebt. Stel nou, je hebt dat boodschappenlijstje, daar staan 5 dingen op. Dan loop je met dit ding door de supermarkt. En dat ziet er zo ongelooflijk leeg uit, dan word je gewoon psychisch ertoe aangezet om er veel meer in te doen. Als je dit nou neemt, nou, dan zit het er redelijk vol uit met 4 dingen. En bovendien voel je dat aan je arm, denk je dat moet ik allemaal mee naar huis sleuren. Dus mensen, neem een mandje. Bij bijna elke supermarkt die begint met de groente- en fruitafdeling. Dan heb je er nog zin in, heb je nog goede moed, heb je goede voornemens om gezonde dingen te kopen. Als je eenmaal je hele tocht door die supermarkt hebt gemaakt, dan zakt het moeten in de schoenen, dan ben je moe. En dan grijp je, ook al was je het niet van plan, naar die krat bier en die zakken chips. En er is ook iets heel interessants aan de aardbeien, want mensen vragen zich wel eens af, waarom smaken aardbeien eigenlijk vaak nergens naar? Dat komt omdat de aardbei die heeft het eigenschap dat die, zodra die geplukt is, nog wel... roder wordt, maar niet meer rijper. Dus wat ze doen is dat ze die aardbei die plukken ze onrijp. En dan in die dagen dat die dan hierheen wordt getransporteerd, wordt die mooi rood. Dan denk ik, ziet er lekker uit. Maar die is dus onrijp geplukt. Iets wat mij dan opvalt is dat avocado's vaak ook onrijp zijn. Waarom is zoveel fruit eigenlijk onrijp in de supermarkt? Ja, hier. Zijn eetrijp. Er zijn eigenlijk 2 dingen hier aan de hand. Wat je dan vaak hebt, is dat mensen die denken van ja, er staat nou wel eetrijp. Maar we hebben wel toch even knijpen. We toch even knijpen, want ik vertrouw het niet. En dan omdat iedereen gaat knijpen, denken die producenten weer, ja, als we ze nou zachter neerleggen, dan zijn ze de volgende dag helemaal beurs. Dus leggen ze ze heel hard neer. En toch proberen ze die dingen, dus willen ze ons dat dus bijsmaken met het eetrijp. En dan worden we weer gefrustreerd. Wat je dus best kan doen, is harde avocados kopen. Van tevoren. En dan met in een papieren zak leggen. Met een banaan. Met een banaan. Ja. Het voedsel wordt steeds gedaan alsof dat een soort personen zijn. He? En dat zie je dus ook, want hier staat dus op, dit is, staat op Eat Me. Die avocado wil opgegeten worden. Terwijl dat lijkt mij een pijnlijke affaire. Interessant is de citroen. De citroen van zichzelf, die maakt een beschermlaagje aan tegen ziektes. De citroenproducenten, of de winkelier, of weet eigenlijk niet wie dat heeft bedacht, die vindt dat laagje niet mooi genoeg. Dat ziet er ook gewoon glimmend uit, maar niet zo glimmend als dit. Dus wat ze dan doen is dat ze met chemicaliën halen ze dat laagje eraf. En dan gaan ze vervolgens een eigen laagje erop maken van geplette luizen. Dat is schetver. Ja, dat is schetver en is ook niet zo heel erg gezond. En zeker als je die citroenen gebruikt om cake te maken en je doet die schil, weet je wel, raspen. Koop dan altijd biologische citroenen. Je kan dus niet met Teun van de Keuken door de supermarkt gewoon spullen pakken, want de hele tijd vallen hem dingen op, zoals? Ja, nou ja, er zijn dus 2 dingen die eigenlijk... Dus wat hier gek is dat de chips hier opeens bij groente en fruit staat. Dat heb ik nog nooit gezien. Dus we hebben een idee dat dingen goed zijn als ze inderdaad van het land komen, als ze wel van grootmoeders recept zijn. En hier is dus deze boerderijchips, die komen zo van het land, dus die hebben een chipsplant. Ja, dat is natuurlijk flauwekul, maar kennelijk... werkt dat toch ergens? Dat we denken, oh, dat zullen toch wel betere chips zijn dan die chips die niet zo van het land komen. Mensen vragen ons, wat eet je nou echt niet meer en wat vind je vies? Dan is het eigenlijk die ham. Je ziet ook dat die ham, dat die dus ja, van rare stukjes aan elkaar is geplakt eigenlijk. Dat gebeurt ook geregeld. Maar als je dan kijkt naar de ingrediënten, dan zie je dus 70% varkensvlees en daarna water. En dit is dus hoe je die ingrediëntenlijst altijd moet lezen. Het eerste ingrediënt is waar het meeste van in zit. En het tweede waar dan het één na meeste enzovoort. Dus nadat 70% varkensvlees natuurlijk heel weinig is voor ham, zit er gewoon een enorme plens water in. En dat is natuurlijk goedkoop voor de producent. Maar als je hier dan een tosti van maakt, loopt die helemaal leeg. En dan heb je dus een natte tosti. Als je dan bijvoorbeeld bij de slager ham koopt, is het daar dan beter? Vaak wel, hoeft niet. Maar
wat ik dus altijd zeg, is als je het naar een winkel gaat, naar een slager of een bakker of een groenteman, stel vragen. Ga het gesprek aan. Zeg van waar komt je vlees vandaan? Hoe heb je het gemaakt? En zorg dat je dan een vertrouwensrelatie opbouwt met je winkelier. Toch, dit irriteert me toch. Moet je nou kijken. 1 zo'n paprika en 1 plasticje. Dat is toch verschrikkelijk. Dan zie je dus dat de melk, die staat eigenlijk altijd een beetje al redelijk tegen het eind van de supermarkt. Nou is het een kleine supermarkt, dus alles blijft toch overzichtelijk. Maar dat is wel het idee. Mensen willen melk en die kunnen het dan niet zo snel vinden. Die gaan die hele supermarkt door, komen dan van alles tegen. Of ze denken, oh, dat is ook misschien wel lekker, dat is ook wel leuk. Vervolgens, als je dus al die gezonde producten hebt gehad en je helemaal moe bent geworden, dan zie je dus dat je hier bij bier en chips terechtkomt. Die worden ook vaak bij elkaar gezet, net als koffie en koekjes. Want dan maar dat is toch handig? Dat is heel handig, maar het is ook handig en verleidelijk. Bio Today, 100% organic, all natural. Maar, dan gaan we eens even kijken wat erin zit. Ingrediënten: sesamzaad, maltose siroop, dat is ook een vorm van suiker. Rietsuiker, dat is ook suiker. Honing, dat is ook gewoon suiker. Ja. He, niks beter dan andere dingen. En dan zien we hier dus koolhydraten, waarvan suikers 36,7 gram per 100 gram. Dus een derde van de reep is suiker. Ruim een derde. De voorkant is de reclame, de achterkant is de werkelijkheid. Is de informatie waar we zelf iets aan hebben. Juist, zo min mogelijk samengestelde producten kopen. Ja. Dus je moet gewoon je eigen groente, je eigen vlees, dat allemaal zelf en dan gewoon zelf koken en niet al die rare dingen. Maar hier hebben we dus inderdaad pindakaas. Ja. En daar zit dan in pinda's en zeezout. Meer niet. We zijn de supermarkt uit. Je moet een beetje kritisch zijn. Het beste is als je van groente en fruit weet wanneer het in het seizoen is. En dus geen samengestelde producten kopen. En die etiketten lezen. Ja. En dan kom je er wel. Dan lukt het echt. Dus je overleeft de supermarkt als je gewoon je gezond verstand erbij houdt. Je niet te veel laat afleiden. Alles in een mandje stopt. En een lijstje maakt. Juist. En een beetje kennis van zaken hebt.